Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van... Vandaag in. Ja, en vandaag in, dat doen wij omdat we een hele oude website hebben sinds 1999. Oh, dat is zo lang geleden. Dat is heel lang geleden. En wat doen we dan? Dan gaan we vandaag naar een jaar. En het jaar kan een jaar zijn dat jullie zeggen van nou, dan ben ik geboren of whatever, daar heb ik iets mee. Maar ik dacht dit keer, we gaan naar mijn jaar. Jouw jaar. We gaan naar 2010. Bam. Want dat was het jaar dat ik voor het eerst naar Los Angeles ging voor de E3. En dat is nu 8 jaar geleden, dus ik ga nu voor de 8e keer. Maar toen was je nog maar een jaar bij Gamersnet. En mocht je al naar LA. Mocht al naar LA. Nou. Bizar, hè? Ja, ja, dat is echt bizar. Ja, harde werker. Harde werker. En, maar goed, dus we gaan vandaag naar 2010. Goed. Vandaag, 16 mei 2009. En ik dacht, het is wel leuk, want de E3 staat natuurlijk ook in het verleden voor de deur. Want de E3 bestaat volgens mij al sinds 2005 of 4 of 3. Lang. Lang, in ieder geval. Die is elk jaar, dat is de grote gamers van de wereld in Los Angeles. We gaan er weer bijna heen. Maar die kwam er ook aan, natuurlijk, in 2009. Toen ik net een maand, 2 maanden bij Gamersnet zat. Toen ik in stage liep, gewoon vrijwilliger. Vrijwillig. Dus ik ben echt heel erg benieuwd of ik ook echt nieuwtjes heb getypt die dag. Dat denk ik wel. Nou, ik was niet fanatiek hoor. Maar nieuwtjes typen niet? Nee, daar ben ik nooit een fanatiek in geweest. Nou begin maar. Wat is de, wat, waar gaan we daar beginnen? Ja, er staan hier al een aantal dingen om je even snel mee te nemen. 2009, ja, wat was dat voor jaar? De PlayStation 3 en de Xbox 360 die bestonden al een tijdje. Net een paar jaartjes, dat was nog een beetje zeg maar, de piek van die generatie. Ja, we gaan het denk ik ook gewoon zien hier aan de games. Want we beginnen met een preview van Crysis 2. En dat was wel een ding, want Crysis 1 was natuurlijk de NASA-game die niemand kon spelen, waar iedereen het over had. Je had zo'n dikke computer nodig voor die game, dat zelfs computers van nu er al wel eens moeite mee hebben. En Crysis 2 kwam eraan en die moest dat zeg maar een soort van gaan goedmaken. Want ja, dat is allemaal wel prima, die status die Crysis 1 had. Maar Crysis 2 kwam ook gewoon naar de Xbox 360 en shit. En dat was echt toen eigenlijk al best wel oude meuk wat in de 360 zat. Ja, I know. 2005. En Gamersnet was aanwezig, dat was wel leuk, tijdens de EA Showcase in Londen. En dat was dan net voor de E3. En daar waren wij bij. Michiel was daarbij zo te zien. En die heeft daar een hele mooie preview van geschreven. Wat vet man, Crysis 2 kwam. Crysis 2, dat was wel echt een leuke game. En dit is leuk, want dit is namelijk relevant voor nu en toen. Ja, mooi. Want wat zien we hier staan? Wildlife en hunting informatie van Red Dead Redemption. Jazeker, want... Wat leuk! Red Dead Redemption kwam eraan. Het einde van 2009 of is die uiteindelijk uitgesteld 2010? Ja, 2009 of 10, weet ik niet aan mijn hoofd. Maar in ieder geval, dit was in ieder geval wel het jaar met dat er geruchten en informatie begon over dat spel. Ja, ze hebben... dat deed Rockstar toen nog. Die deden informatie verschaffen. Ja, dat was een hele rare tijd. Dan heb ik ze af en toe wel eens gewoon... Een screenshot sturen. Ja, of gewoon uitleggen waar het spel nou uiteindelijk over gaat. Ja, dat deze nog. Ja, ze in stuurde, een gekke bui. Ja, ze gingen hier informatie geven over enkele van de 30 dieren. Dus dan kregen we ook de dieren van de game te zien met plaatjes. En wat nou, dat staat al bekend om het jagen hoor, die game. Nou, ik vond het serieus niet verkeerd. Ja, was verkeerd. Ja, maar dat komt nu natuurlijk in deel 2 weer terug. Tenminste, dat denken we. En ze deden ook screenshots in die tijd nog. Ja. Dat doen ze ook niet meer, ze doen 3 trailers. Oh ja, vervolgens gaan alle websites screenshots maken van die trailer. Dat werkt dan. Goed. Het zag er wel echt toen al echt heel tof uit. Super vet. Dat was echt bizar. Oké, Stronghold 3 aangekondigd. Ik ken Stronghold niet. Stronghold niet? Nee. Stronghold Crusader? Nee, Stronghold, dat is een, ik ken niks van Stronghold. Wacht, als je hem even kan openen. Dat is voor de mensen die het wel kennen. Dan die, dit is denk ik de laatste. Ja, het nieuws item is ook super kort. Het is... Ja, Stronghold 3. Ja, Firefly Studios. Het is een RTS, een soort... je moest je Stronghold bouwen en een beetje legertjes maken. Heel simpel spel. Stronghold Crusader is denk ik de bekendste. Oké. PlayStation 3 demo Mod Nation Racers verschijnt op 18 mei. Wat vet. Mod Nation Racers was leuk. Een soort Mario Kart. Ik heb hem nooit gespeeld. Oké. Nee. Man raakt gewond tijdens het spelen van Call of Duty. Hey. Dat is ook al de tijd voorbij natuurlijk. Ja, dat posten wij toen al. Dat soort rollen we een achterklap. Ja. Oh, hij deed zijn Xbox Live headset op. Nou, niet door dat de draad hiervan om de leuning van zijn stoel gewonden zat. Wat een goed nieuws. Toen zijn moeder riep dat hij een pyjama moest gaan halen. Voor zijn dochter stond hij op.
maar omdat de draad om de stoelleuning zat, knalde met zijn hoofd tegen het beeldscherm van de Mac in dezelfde kamer. Wat is dit voor nieuws? Wie heeft dit gemaakt? Marjolein. Oh, jezus. Wat vet. Nee, dit is echt heel slecht. Dit is wel echt... Nou ja, mei was toen ook al een komkommertijd. Op E3 nieuws na. Mooi, 39 reacties ook. Red Dead Redemption heeft exclusieve PlayStation 3 content. Nou, dat gaan we op deze E3 ook horen, dat ze dat voor PlayStation dat 4 hebben. Analist, dat was heel vaak. Ja. Dat was echt de analistentijd, weet je nog? Ja, dat weet ik nog. Michael Pachter had je. Ja, maar dat ging ook 9 van 10 keer nergens over. En nu ook weer, lees maar voor. Analist, onthulling Grand Theft Auto 5 op aankomende E3. Hij zat er dus gewoon 3 jaar naast, hè? Dat we even doorhebben dat hij de beste man er 3 jaar naast zit. Ja, dat is Jesse Divnitch, als je kijkt. Analist van het onafhankelijke marktonderzoekbureau IDAR, Electronic Entertainment Design and Research. Ja, die man die zegt dat dan gewoon. Of nou, ik lul. In 2013 kwam het spel uit. Wanneer is die onthuld? 2012, geloof ik. 11. Nou, hij zat er een jaartje naast. Dan op. Red Dead Redemption, PlayStation 3 installatie, slechts 600 MB. Ik heb hem laatst geïnstalleerd voor mijn Xboxje. Inderdaad. Ja. Oh, toen moest je Red Dead Redemption al... die moest je installeren op de PlayStation 3. De 360 hoefde je niet te installeren nog, hoor. Nee, maar ik moest hem downloaden voor mijn Xbox. Ja, oké, voor je backwards. Kom gewoon. Dit vind ik echt supergoed nieuws. Nintendo tevreden met de prijzen van de Virtual Console. Wat is dat dan? Nou, Nintendo bepaalt zelf die prijs. We zijn er heel tevreden mee. Oh. Ja, we hebben dus intern een prijs bepaald. Ja, ja, vinden we het best goed. Ja, ja. Ja, wij vinden het... we zijn ook groot fan van de Wii, de Wii U. Labo, zijn we heel tevreden mee. Yes, goed zo. Nieuwe informatie omtrent Call of Duty Black Ops. Wow. Het jaar van COD Black Ops. Black Ops 1, jongens. Het blad Official Xbox Magazine, oftewel OXM, heeft in haar nieuwste de Belkin. Denk je dat zo raar is? In sommige missies zul je het moeten opnemen tegen het Noord-Vietnamese leger. En dat is wel gebeurd. Ja. Ja, maar zou ook een zombie-modus in. Dedicated co-op met aparte levels in het spel. Dat is niet gebeurd. Het was geen dedicated co-op. Nee? Nee, in de zombies, maar niet in de campaign. Nee, dat is waar. Oké, nou, hartstikke goed. En dan hebben we nog één nieuwtje van die dag. En dat is Assassin's Creed Brotherhood. Wat een goed gamejaar was dit trouwens. Oh, ja. Assassin's echt. Creed Brotherhood pre-order bonus bekend. God, wat een goed gamejaar. Ja. Behind the gaudy costume and twisted ja, smile. Dat was toen de multiplayer kwam toen voor het eerst. Oh, ja. Dat was ook zo'n succes. Hoi, Saraya. Oh, hi. Hallo. Dat was ook zo'n succes, ja. Nou ja, ik weet niet. Ik vind dat een heel vet concept. Maar ja, bij Assassin's Creed hoort het nou helemaal niet. Dat was wel ook een beetje in het jaar, hoor. Zoals we dat nu hebben met EA en zo. Dat is van, online gaming is de enige manier van gamen. Dat was toen ook een beetje aan het knabbelen bij iedereen. Iedereen was toen allemaal aan het... Oeh, Assassin's Creed krijgt multiplayer voor het weet is alles multiplayer. Ja, dat is toch waar? Daar hadden wij toch gelijk in. Het is nou toch ook gewoon weer uit Assassin's Creed. Ja, dus het is... Die pannenkoekerij. Ja, maar ik bedoel meer te zeggen dat iedereen hier heel angstig was. Van, oh, straks neemt de multiplayer zelfs Assassin's Creed over. Wat dan? Dan gaat de campaign eronder leiden. En oh, net zoals nu iedereen... Hebben we het er ook daarna gezien? Met heel veel games. Nou, dat viel er wel mee. Wow. Ik vind... Nou, datzelfde jaar kwam Red Dead Redemption uit. Ja, dat is waar. Kan je niet zeggen dan. Dat is waar. Het is er binnen 2 delen weer uitgeknikkerd. Omdat het gewoon nergens over ging. Nee. En dat gaat nu weer gebeuren. Jee, als je kijkt. Ja, nou, die kijken niet meer hoor, nee. Nee. Maar goed. Niet meer. Nee, nee, die zijn geen fan. Maar goed. Ik weet het niet. Dit was 2010. Geweldig game, 16 mei 2010, een geweldig game inderdaad. En als je zelf een leuke datum hebt, of een jaar vooral. Ja, een datum jaar. Kun je niet zoveel noemen, maar vooral een jaar. Een jaar is leuk. Ben, ja, dat je geboren bent, ja, dat je begonnen verkering met kreeg. Verkering kreeg. Voor sommige mensen misschien oprecht geboortejaar zou maar kunnen. Ik zag ook al een aantal comments vorige keer over echt 1999. Maar dat is lastig. Dat merkte je vorige keer toen we naar 2001 gingen al. Toen posten we nog niet zo heel veel. Dus, maar het mag hoor, het kan. We gaan gewoon zoeken. Toen hebben we gewoon een beetje van data gepakt. Maar we gaan gewoon in de analen van GamersNet. Dan gaan we zeker. Dan gaan we. En dan gaan we dat gewoon uitzoeken voor jullie. Dus onwijs bedankt voor het kijken deze week. Volg gamersnet.nl overal waar je ons kan vinden. Dat is ongeveer alle social media, behalve Flikker. Nou, maar niet van. En ik spreek jullie snel. Doei.